Een romantische verrassing tijdens de uitzending van vandaag een site zorgde dinsdagavond voor een moment dat niemand zag aankomen. Terwijl Johan, René en Wilfred zoals gewoonlijk de studio vulden met hun scherpe opmerkingen, werd de uitzending plots onderbroken door een onverwacht huwelijksaanzoek. Uiteraard ging dat niet zonder een flinke dosis sarcastisch commentaar. Het begon allemaal met Wilfred René, die zijn scherpe ogen op een kale man met bril in het publiek liet vallen. Jij lijkt net de broer van René, grapte hij, waarop René natuurlijk niet achterbleef met een weerwoord. Maar deze opmerking bleek slechts het begin van een zorgvuldig geplande verrassing. De man had namelijk niet zomaar een plek in het publiek bemachtigd. Met toestemming van de redactie stond hij te popelen om zijn vriendin op nationale televisie de belangrijkste vraag van hun leven te stellen. Hoewel hij maar een minuutje kreeg, werd hem ruim baan gegeven om zijn romantische plan uit te voeren. Onder de klanken van All You Need Is Love begon de man zijn speech, terwijl René en Johan niet konden laten een paar grappen te maken. Niet doen, jongen, je leven wordt nooit meer hetzelfde, waarschuwde René grinnikend. Ondertussen sprak de aanstaande bruidegom zijn vriendin toe, vijftien jaar samen, lief en leed gedeeld, en nu vond hij dat het tijd was om het ontbrekende stukje toe te voegen. De vriendin, zichtbaar in shock kon weinig anders dan knikken toen de man een doosje met een fonkelende ring uit zijn zak haalde. Het publiek brak uit in luid applaus terwijl de twee elkaar innig zoemden. Natuurlijk bleef het niet bij applaus. Zodra de romantiek weghebde, waren de mannen van vandaag een site weer in hun element. We hebben dit Bas Nijhuis ook eens zien doen, bult er de René van het lachen, en dat liep niet best af. Johan haakte direct in, als dit huwelijk net zo lang duurt als de reclameblokken hier, kan ik er misschien nog in geloven? Het huwelijksaanzoek bracht een onverwachte wending in de uitzending, maar het werd snel duidelijk: bij vandaag een site is niets heilig, zelfs niet de liefde. Het publiek genoot met volle teugen van het unieke moment, terwijl René, Johan en Wilvette tot het einde van de uitzending op de hak bleven nemen.